President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren met zijn delegatie geland op het vliegveld van Zorg en Hoop. De 47e CARICOM staatshoofdenvergadering is gistermiddag in St. George, Grenada afgesloten. Tijdens de 47e staatshoofdenvergadering legde president Santokhi de nadruk op regionale samenwerking bij natuurrampen, zoals de verwoestingen door orkaan Beryl. Hij pleitte voor betere logistiek en organisatie bij humanitaire hulp en benadrukte de urgentie van klimaatfinanciering en duurzame projecten met een focus op het behoud van Suriname's koolstofnegatieve status. Santokhi sprak ook over de noodzaak van een geïntegreerde energiemarkt voor energiezekerheid in de regio. Tijdens de vergadering werden er door de CARICOM-leiders bomen geplant als symbool van hun toewijding aan duurzaamheid. President Santokhi plantte een kruidnagelboom als symbool voor de biodiversiteit en economische waarde van de regio en onderstreepte het belang van milieubeheer en natuurbescherming.